Osman, condoleert met je vader. Dankjewel. Fijn dat je met ons wilt praten. Je vader zat in het verpleeghuis de Leeuwenhoek. Klopt. Ja, hoe is dat de afgelopen weken verlopen? Eigenlijk niet goed. Mijn vader die werd eerst gediagnosticeerd met longontsteking. Terwijl alle symptomen waren van corona. En hij is 26 maart is hij overleden. Helaas. En hij werd niet getest, hè? Hij werd niet getest. Pas 2 dagen voor zijn overlijden kreeg hij pas de uitslag binnen. Want toen was het al te laat, helaas. Toen is hij positief getest. Waarom werd hij niet getest? Er waren geen tests sowieso op voorhand. En ze vonden er ook geen aanleiding om te testen. Want ze gingen vanuit dat hij een longontsteking had. Dus dat was... Ze zeiden niet, hij heeft corona. Nee, nee. Ze gingen ervan uit dat hij longontsteking had. Terwijl ik duidelijk zag dat hij corona had. Hij was kortademig, hij had koorts, veel hoesten. En ja, toen het bleek dat hij corona had, was het eigenlijk al te laat. Toen kon hij al niet vervoerd worden naar het ziekenhuis eventueel. Hij was zo verzwakt. Ja. Wat vond je ervan dat hij niet getest werd? Ja, vreselijk natuurlijk. Want het is niet alleen voor mij, maar ook voor de verplegers die hartstikke hun best doen. Die lopen dan ook gevaar in principe. Want je weet niet of die man wel of geen corona heeft. Wat merkt je ervan hoe het verpleeghuis reageerde op die corona-uitbraak? Ik zal niet zeggen luchtig, maar toch onvoorbereid, vond ik. Want de verplegers deden echt hartstikke hun best. Alleen van de management vond ik dat er niet veel inbreng was. Dit hadden ze gewoon kunnen voorkomen, zoveel doden. Want elke dag komen er 2 à 3 bij. En het is gewoon zonde. Elke mensenleven telt. Dus ja, mijn vader kan het niet meer terughalen. En het enige is wat ik wil, dat die mensen die nog gezond zijn, die besmet zijn, dat daar een oplossing voor komt. Ja. Kun je eens voorbeelden geven waar je aan merkte dat ze niet waren voorbereid? Nou, ik kreeg bij de balie kreeg ik een mondkapje, een schort, bedekking voor mijn voeten en handschoenen. En de handschoenen en de schort, die kon ik weggooien. Alleen mijn mondkapje moest ik houden de rest van de dagen. Ik heb daar zeker 3, 4 dagen mee gedaan. Met 1 mondkapje. Ja, ze hadden niks op voorraad. Dus dat is ook wel een puntje van, ja, hoe kan dat, weet je wel. Je hebt zoveel besmettingen daar. Ja. En wat werd er op een gegeven moment gedaan met de patiënten? Nou, die moesten gewoon op een kamer blijven, in isolatie. Maar het probleem was, ja, omdat die mensen bijna niet allemaal getest waren, wist je natuurlijk niet wie het wel had en wie het niet had. Dus de verplegers liepen in principe ook gevaar. Dus er zijn ook een aantal verplegers die besmet zijn met corona. Dus op een gegeven moment zou je ook niet kunnen denken van, ja, waar moet zoeken, weet je. Wie heeft onder de leden en wie niet. En zo besmetten ze natuurlijk andere bewoners die nog wel gezond waren. Ja. Hoe is dat in de laatste dagen gegaan met je vader? Ja, de laatste 2 dagen kwam een onafhankelijke arts. En die zag dat mijn vader gewoon zo verzwakt was dat het einde nabij was. Dus ik mocht hem wel de laatste dagen bezoeken. Wel met bescherming weer. Weer met hetzelfde mondkapje. Ja, het was gewoon heel erg zwaar. Dus dat was... aflopende zaak en hij lag daar gewoon in zijn bed. Wel met een soort van beademing voor de rest. Hij kon niet vervoerd worden, wat dan ook. Dat was te laat. Ja. Want daarvoor kreeg hij dus, een week daarvoor kreeg hij te horen dat het een longontsteking was. Dat kreeg ik te horen. Ik zag duidelijk dat het corona was, want hij was kortademig, veel hoesten, koorts, erge koorts. Maar ze bleef erbij dat het longontsteking was en dat er geen aanleiding was om hem te testen, oftewel te voeren naar het ziekenhuis. En ja, zoals ik al zei, 2 dagen voor zijn overlijden kwam die test binnen dat het positief was. En toen was het al geleden. Ja. Wat is jouw beeld van hoe het verpleeghuis hiermee om is gegaan? Ja, mijn beeld is echt, ik vind toch dat de management toch al steken heeft laten vallen. Dat het niet zo ver hoefde te komen. Hier hadden ze al lang iets mee moeten doen. En nog steeds overlijden er mensen, onnodig vind ik. Elk leven is onnodig die verloren gaat. De verplegers doen hartstikke hun best. Daar kan ik alleen maar veel lof over zijn. En, ja,
Zelfs die lopen gevaar. Want mijn punt is eigenlijk, ik kan mijn vader niet meer terughalen. Dat is het punt. Maar wel die mensen die nog gezond en niet besmet zijn. Daar moet echt wat mee gebeuren. Want anders gaan die ook aan de... Ja, kortste keren gaan die ook, komen die ook te overlijden. Dus dat is mijn punt eigenlijk, ja. Heb je nog afscheid kunnen nemen van je vader? In zoverre dat ik wel steeds eventjes bij hem mocht zijn. Maar niet te lang, want omdat hij besmet was... Ja, was ik ook wel bang dat ik besmet zou raken. Ik had wel handschoenen, dus ik heb wel een eye over zijn bol en nog bemoedigende woorden gesproken tegen hem. Maar het was heel heftig, dus ook die blik om mijn vader zo te zien happen naar lucht, ja, dat deed wel pijn. En hoe is het daarna gegaan? Toen ik kwam te overlijden kwam er een arts, die heeft hem dan de dood verklaard. Toen kwam er een uitvaartverzekering, instantie, een Turkse, Diyanet genoemd. En die heeft mijn vader vanaf Leeuwenhoek meegenomen naar Schiphol Mortuarium. Daar moest hij ook een dag wachten. En vanaf daar is hij getransfereerd naar Turkije, in Istanbul. Ook daar moest hij 2 dagen wachten, want ja, een virus, dat moesten ze moesten even de juiste papieren moesten ze afwachten. En, zo, en daarna is hij dus naar de stad vervoerd waar hij is begraven. Ja, heeft wel een dag of 4, 5 heeft dat geduurd. Ja. Maar u kon niet mee? Nee, ik mocht niet mee. Hij is ook met een cargovlucht is hij vervoerd. Alleen ik heb dus echt afscheid genomen op de Leeuwenhoek. Dus ik kon niet bij zijn, nee. Dat was ook heel heftig, ja. Dat hij zo aan zijn eind is gekomen en zonder een waardig afscheid. Ja, heel veel pijn, ja.